zit jouw koffie er nou in? Dat is leuk. Relax and feel good. Yeah. Enjoy the little things in life. Goedemorgen, het is vandaag 7 februari. Dat betekent dat het de verjaardag is van mijn dochtertje Amy. Zij wordt vandaag 2. Vandaag viert het een beetje klein en zondag viert het wat groter. En deze vlog ga ik eigenlijk gewoon een soort van verjaardagsvlog delen. Dus vandaag en zondag. Moet ik de taart afmaken? Kijk gezellig mee. Ja, wij gaan zo de taart afmaken, schat. Met versiersels en snoep. Met versiersels en snoep, ja. Lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hoera! Hoera! Cadeautjes! Oh jee, grote beer! Geven. Amy zit op de tafel. Dat mag als je jarig bent. Ja, dat is een mooie beer. Oh. Het cadeautje maar aan je zusje geven, Lana. Oh, wat zal erin zitten, zeg. En deze cadeautje. Eén voor één, lieverd. Oh, wat een mooie toverstaf, Amy. Allemaal mooie glitters. Je mag daar dadelijk ook mee spelen, hoor, schat. Hele mooie glitters. Kijk, als je zo doet, zo, kijk zo. Wow. Dat is leuk. Allemaal bubbeltjes, goed gezien, Lana. Wow, die is mooie, Amy. Oh, wat zal erin zitten, Amy? Oh, het is al heel mooi papier van unicorns. Wat is dat? Oh. Maar goed dat we de poppen bij hadden gepakt. En zal ik eens kijken. Kijk. Dit is een unicorn pakje voor jouw babyborn. Kijk, daar kan de pop aan. En hij is lekker zacht, voel je dat? En hij heeft oortjes. Zullen we hem bij de pop aan gaan doen, schat? Nu heeft ze het pakje aan. Kijk, en ze heeft glimmende pootjes. En een horentje, die is ook glimmend, zie je dat? Licht. Oh ja, je kan met haar toveren natuurlijk. En hij heeft ook, heel schattig, echte vleugeltjes. Ook in dat leuke glimmende stofje. En een staart. Ja, stiekem vind ik dit zelf echt helemaal geweldig. Maar ze heeft ook al een unicorn knuffel die ze ook heel leuk vond. Dus toen ik dit zag, ik dacht, dit moet ze echt hebben. Dit is zo leuk voor haar popje. Ja, oh, doe je al de muts op. Kijk, ze heeft ook net als een paardje van die manen, zie je dat? Oh, ik vind hem echt zo leuk. En het is ook echt heel mooi afgewerkt. En hij past perfect. Och, het volgende cadeautje. Oh. Is dat alweer iets met unicorn? Kijk, wat is dit, Amy? Paardje? Kijk, hier staat een knopje. Kijk, hij maakt geluid. Die is leuk. En hij heeft ook een hoorn. Past mooi bij de babyborn met het unicorn pakje. En deze is ook een unicorn. Ze wordt verwend, hoor. Oh, wat is dat? Daar gaat ze met een karretje. Die vond ze in Frankrijk dus zo leuk. Deze toveren. Oh, ach, daar gaat ze hoor. Oh, en zit jouw poppie er nou in? Dat is leuk. We moeten jouw haartjes ook nog doen. We zijn net uit bed, wij. Oh jee, zo, hoppakee. Daar gaan we weer. Jee. Leuk, schat. Oh, papa, je moet even kijken. Oh. Oh, kijk, allebei jouw poppen passen erin. Dat is leuk. En daarbij hoort een feestpapje als ontbijt met pindakaas en disco dip. Ja. Havermout. Oh, lekker. En sprinkels. Ja, sprinkels, hè. Nu is het tijd om de taart af te gaan maken. Wie de vlog van afgelopen woensdag gezien heeft, heeft gezien dat ik de avond ervoor dat eigenlijk heb voorbereid. Heb ik de biscuitbodems gemaakt.
En nu gaan we de taart met botercrème versieren en confetti. Ik ben echt geen goede taartenbakster. Ik kan wel goed appeltaarten, cake en dat soort dingen bakken. Maar een monchou of zo, maar het is vrij simpel. Ik heb nog nooit eigenlijk een biscuitbodem gevuld met van alles. Dus dat gaan we nou proberen. Yannick is voor mij de taart aan het doorsnijden. Want dat is altijd best wel de moeilijkste klus. En die moet ik dadelijk gaan vullen met de botercrème. Ik help. En dan ga jij mama heel goed helpen, schat. En dan ga ik hier slag op doen. Ja. En dan ga jij deze op doen. En dan ga ik die dan ook slag op doen. En kan die door. En confetti. Ja. Spiegel. En Feline is net lekker in badje geweest, mama. Ja. En heeft een heel schattig feestpakje aan. Dit jurkje hadden we gekregen van Kim. Toen ze op kraamvisite kwam met Mila. Ja. En het staat er heel schattig. Met een majootje. Met een majootje. Ja. En ze is nou echt een feestmeisje. Ze is nou echt een feestmeisje. Ja. Lieve baby. Ja. Mama. Oh jee. Oh jee. Mama krijgt een paard. Amy. En nu ga ik weer verder met de taart. Ik ga nu de botercrème maken. Daar heb ik gewoon die bakjes voor. Vind ik makkelijk. Boter, spiniersuiker en uiteindelijk gaan we versieren. Dus ik ben heel benieuwd. Oh ja, en melk. Dus ik ga mixen. Dit is hem dan geworden, onze taart. Nou, ik vind hem echt heel schattig geworden. En zondag hebben we natuurlijk de echte taart, om het zo te zeggen. Maar ik vind deze al heel erg leuk, heel schattig. Inmiddels heb ik ook Lana's haar gedaan. Een vlecht met wat leuke speldjes. En bij het jarig jetje heb ik ook wat gedaan. En ik hoop dat ze het inhoudt, een strikje en een staartje. In de Gloria. Hoera! Hippie de Pip! Hippie de Pip! Zo, applausje! Applausje! Zo! Het is leuk, hè? Ja, het is dol op paardjes, hè? Het is inmiddels 4:15 en de visite is weg. Yannick is al lekker begonnen aan het koken. Een van Amy's lievelingsgerechten is rijst, fried rice. Dus dat gerecht heeft hij ook gedeeld op zijn Instagram, Shanky's Kitchen. En ik ga even de chaos die hier is opruimen. Mama, hè? Want als er vier kinderen in principe, ja vijf, maar Feline is natuurlijk nog maar een babytje. Als er vier kinderen spelen, je ziet ook hoe moe ik eruit zie, is het nog een chaos. Oh, lekker. We eten een van Amy's favoriete gerechtjes, want dat is als je jarig bent. En dat is fried rice, gemaakt door Yannick. En het is echt super lekker, we eten dit regelmatig. Vind je heel lekker, schat. Goedemorgen, het is inmiddels zondag en we gaan vandaag weer Amy's verjaardag vieren. Ik heb me net klaargemaakt. Ik ben de taart alwezen ophalen bij de bakker. En ik heb gezellig een hoge rokje aan met glitters. En een blouseje met glitter. Een vestje met glitters van Hema. En vanmiddag dan is het feest. Het is K3 thema, dus de meisjes hebben allebei een K3 jurkje aan. We hebben K3 taart. Het wordt super gezellig. Vanavond lekker frietjes eten. Het wordt ook leuk. Dus ik neem jullie vandaag ook weer mee in het vieren van Amy's tweede verjaardag. Deze koekjes heb ik gisteren gemaakt met de kindjes. En dit is dan de taart. Nou, ik vind hem echt super leuk gelukt. Amy is helemaal weg van K3 en vooral pina colada. Dus vandaar dat we dit thema kozen. Ja, dadelijk gaan we met z'n allen proeven, hè. Oh. Gloria, in de gloria. Hippie de Pip! Hoera! Hippie de Pip! Hoera! En dan de kaarsjes uitblazen. Laten we kom maar even helpen. Blazen voor de kaarsjes? 1, 2, 3. Blazen.
Waar zit hij? Yay! Wow. Yay! Nu kunnen we gaan proeven. Kunnen we dat doen? Natuurlijk vermoeiend zo'n verjaardag, maar het was super gezellig. Nu is iedereen weg, kindjes liggen even op bed en ik ben ook even moe, dus ik plof even hier neer. Ik heb net opgeruimd en dan vanavond eten we lekker frietjes. We hebben friet besteld, ik heb er heel veel zin in. En de meisjes ook volgens mij, want ze hebben het al heel de tijd over. Oeh, daar zijn de frietjes en de snacks. Oeh, lekker. Ik heb lekker met een viandel en een kroketje en joppie saus en het zijn echt de allerbeste frietjes. En je hebt lekker vriendel. Een ander meisje ook. Nou, dan is er alweer een einde gekomen aan deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden mee te kijken met de verjaardag van Amy. Ik ga vanavond nog carnavallen, maar dat ga ik de camera voor thuis laten. We hebben in ieder geval een hele leuke verjaardag gehad deze dag en woensdag. Het was heel gezellig. En de grote pina colada taart. Dan mag ik prinsesje aan. Ja, we hadden een pina colada taart en de prinsessenjurk aan. Ja. Nou, tot de volgende video. Oh, mijn make-up is helemaal uitgelopen. Nou, tot de volgende video en dat is komende woensdag weer. Doei!